aangekomen bij de Beatmix 4. Werkt vanuit Serato. Het is van een product van Reloop. Het is de eerste in zijn klasse die betaalbaar is met zijn functionaliteiten. Alles heeft wat een DJ nodig heeft. Het is een 4-kanaals en een 2-kanaals versie. Het ziet er gaaf en indrukwekkend uit. Maar los daarvan werkt het ook lekker. Ik denk dat je even wat meer naar mij toe moet komen om eens even te laten zien wat er allemaal op zit. Mixer, de 4-kanaals plus een sampler, dus eigenlijk heb je een soort van 5-kanaal. Met de 5e kanaal kun je dus extra geluiden die je zelf kan opnemen, maar ook bestaande geluiden al afspelen. Vervolgens heb je een hele grote jogwheel waarmee je zoeken, maar ook kan scratchen. Je hebt een, zoals elke DJ er ook wel over nodig heeft, natuurlijk zijn verschillende frequenties. Hè, laag, mid, hoog. De hardheid waarmee je de plaat aanzet, dus de MP3 afspeelt. Vervolgens heb je een pitch control waarmee je de tempo kan bepalen. Op het moment dat je meerdere platen aan hebt zitten, heb je ook nog een sync functie. Dus op het moment dat je een plaat aan hebt staan en je wilde inmixen, maak je jezelf niet te moeilijk. Druk de sync en hij staat gelijk. Er zit een grote jogwheel in het midden waarmee je lekker kan scrollen en rond kan zoeken. Vrij makkelijk platen kan laden, dus je kunt hier lekker snel werken. Wat kan ik er nog meer over vertellen eigenlijk zo in de looks? Niet onbelangrijk het mixen in de hoofdtelefoon. Met de interne Q-mix. Dus dat is, als je daarmee goed geoefend bent, kun je eigenlijk op elke locatie altijd lekker mixen. Oh, niet onbelangrijk. Geen voeding meer meenemen. Dus je hebt gewoon een rechtstreekse aansluiting op je computer. Die wordt ook meteen gevoed. Het is volledig gekleurd, dus je kunt ook nog een keertje alles goed zichtbaar zien. Een donker dek en een goede look. Die looks zijn helemaal speciaal ontworpen, trouwens, helemaal in Berlijn. Door een stel knappe ontwerpers. Er zit een Serato DJ die er nu op draait. Er zal standaard een Serato intro 4-kanaals komen. Of een 2-kanaals op het moment dat je de basiseditie aanschaft. Oké, nou we gaan hem even aanzetten. Ik zet een zomaar even plaatje op de hoptunes. Dus de startmomenten. Zoals je hoort, is het erg scherp op zijn gebruik. Nou, we hebben nog een effectenunit. Die kun je effecten ook aflezen. Even wat zachter zetten. Effecten kun je zelf ook nog op een gegeven moment zeggen, nou, ik wil gewoon standaard een andere effect hierop hebben zitten. Gaat altijd perfect op de beat mee. Dan hebben we de sample activatie waarbij je een loop functie. Dus je hebt die loop, kun je korter en kleiner en groter maken. Ja, goed, ik kan het maar toch horen toe. Korter, langer, nog langer, korter, nou dan gaan we weer terug naar het spelen. Bij het switchen van de pads, die kun je dus zelf kiezen welke pads je waar wil gebruiken, kun je samples activeren. Dan activeer ik even een sample in de D. Kanaal kun je de samples zelf regelen en bedienen. Volgens mij heb ik zo'n beetje alle in een heel snel notendopje verteld wat het kan. En ik zou bijna zeggen, ja, kom het zelf ontdekken bij Bakerfun.